Maar ik heb ook een kip. Lukken, doe nou niet zo moeilijk, jongen. Het natuurlijke jagersinstinct van de kat gaat aan. Hoop jij het vlog maar. Shit, knollen, king. Shit, knollen. Ding! En verder te kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Milan Knol. En jullie willen natuurlijk alles weten over het poesje wat ik heb. Als jij niet weet waar ik het over heb, check even de vlog in de beschrijving. Want ik heb hem nu gelinkt voor je. Dus klik daar even op. Ga daar even heen. Ik had jullie gevraagd om een naam. En ik heb heel veel namen binnengekregen. Jij had nog geen naam, hè, meisje? Kijk nou. Zo. Zo. Kijk. Hoppakee. Dit is perfect. Samen vlog is perfect. Kijk. Dit vindt ze van jullie helemaal top. Oh, heerlijk. Echt. Het komt als parfum. Zij heeft nu een naam. Ik ga die zo meteen vertellen. We gaan nu eerst even een soort van experimentje doen. Want... Kai loopt nu naar buiten toe, maar waarom? Kai. 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 Wat? We gaan een experimentje doen. Nee. Hallo. Ja? Wat gaan wij doen? Nou, zoals jullie allemaal weten, lieve kijkers, heb ik natuurlijk kippen. En kippen en katten zijn een soort van aardsvijanden van elkaar. Of kippen en vogels, denk ik. Wat wij gaan doen, dames en heren, is wij gaan dit kleine monster laten wennen aan de kippen, zodat ze uiteindelijk beste vrienden gaan worden. Ja, want als een katje of een poesje jong is, dan kan ze sneller en makkelijker wennen. Ook aan andere ruimtes en andere situaties. Dus ze is naar de dierenarts geweest en als je dat vanaf vroege leeftijd al vaak doet, dan kan ze wennen aan de geur, aan de omgeving en aan nieuwe dingen. En dus zo ook hopelijk aan de kippen. Dus we gaan... Wat is er? Is het mijn camera of niet? Nee, dat is van mijn camera. Nee, dat is mijn camera, joh. Wat zit je nou dwars door mijn verhaal heen? Dat is mijn camera. Waarom pak je zomaar mijn camera? Nou, wij gaan naar de woonkamer en wij gaan de kippen even erbij doen. Waarom pak je mijn camera? Nee, dat is niet jouw camera! En stop eens met die staartnummers. Ik wil bijna de naam zeggen, maar dan weten jullie het al. Okay. Stop eens. Truus? Nee, ze heet geen Truus. Wel? Nee. Oh. Het is natuurlijk wel eerst handig als we even de kippen gaan zoeken. Maakt niet uit joh, haast mij even. Huh? Kippen! Waarom heb jij de kraan nog aan? Kijk nou wat jij hier voor water rotzooi. Oh jee. Ik kan een zwembad creëren in het lekkere weer, man. Oh, daar zijn ze. Oh, ze zitten lekker in de schaduw. Kippies! Oh nee, hier zitten doorns aan dat ding. Oh god, het is deze struik. Hé, hey, er zit een braam aan. Ja, je hebt een bramenstruik. Ik heb bramen. What the fuck? Ik heb bramen. En die daar links, die kan je denk ik eten daar. Deze kan je eten. Ja. Hoe kom je aan een braam? Ik heb bramen. Eet dan. Je moet je toch altijd even afspoelen? Nee, er zit toch geen gif hierop? Is het zuur? Nog wel? Of niet? Nee. Lekker? Prima, ja. Oké, nou, we leren elke dag weer wat in deze tuin. Ja, nou. We hebben een bramenstruik, fijn. Ja, doe maar niet. Oké, kippen, we gaan even actie ondernemen. Hup, lopen. Lopen met z'n tweetjes daarheen zo, eventjes. Hatsa. Dit is er één. Ja. Pak jij die maar, die is makkelijk namelijk. Kijk. Nou, zullen we jou eens even gaan lekker opeten? Nee, grapje, dat gaan we niet. Dan gaan ze niet opeten, Milan. Kat nou eens iets met dat zeggen, dat voelen ze. Oké. Stop. Ja, ga maar op mijn hand. Ja. Oh god. Lekker, jongen. Ja, dit is de moeilijkste, hè? Ik ga hier staan. Maar ik heb ook een kip. Lukken, doe nou niet zo moeilijk, jongen. Je vindt het gewoon leuk, hè, Lukken? Je vindt het gewoon leuk om mij zo te dollen. Nu heb ik het. Nice. Tof. Morgen wel. Kipfluisteraars. Je moeder. Ga je niet opnemen. We zijn met een belangrijke missie bezig. Ik kom. Oh ja, als ze gaan poepen, dan ruim jij het op, hè? Nee, alle twee wel een beetje. Oké. Ja, dames, jullie vinden het toch altijd zo leuk binnen. Ik ga ze gewoon hier opzetten. Kom maar. Kijk nou, joh. Oh, jeetjes. Oké, nou, de kippen zijn er. Ja, maar zijn de kippen afgetraind dat ze in de kattenbak kunnen of niet? Oh, daar heb ik gepoept. Nou, nu al poep. Ja. Wat ik denk dat gaat gebeuren is dat de kat die gaat eerst een beetje sluipen en doen. De kippen die gaan gewoon hun eigen weg. En dan gaat er uiteindelijk een moment komen waar de kat dus dicht bij de kip gaat komen. En dan gaan de kippen denk ik heel hard doen. Nou, kijk eens. Niet doen alsof ze moet jagen, hè? Nee. Ook zo hoor dat. Oh, ik voel het hartje meteen te keer. Ja, die gaan jagersmodus zijn. Ja, ik voel het hartje echt te keer gaan. Maar we gaan het wel even in de gaten houden. Ik leg het wel even wat dichterbij. Misschien moet je hem nog even vasthouden of zo. Ja. Hey kippies.
Kijk eens. Die kippen die gaan meteen een soort van afweermechanisme doen als ze dat beestje zien. Wow, die kippen zijn echt veel bang. Nee, dankjewel. Wacht, ik zie er niet uit. Jawel, je bent fucking mooi. Nee. Het gaat erin, hè? Oké, jij hebt een idee, Kai. Ja, wat nou als ik even Tokkie pak, het makkelijkste. En jij pakt Makkie, we doen ze gewoon even kennis maken bij elkaar. Gewoon na elkaar toe. Ja, dat is goed. Dat is goed. Hoef niet bang te zijn. Hoef niet bang te zijn. Kijk eens. Hoef niet bang te zijn. Kijk eens! Leuk, hè? Wat doet zij? Ik weet niet wat ze er nou eigenlijk van vindt, behalve dat ze een beetje bang is, maar... Is ze nog niet op de grond? Moet ik jou ook erop zetten ook? Ja. Kijk dan! Kijken. Is het een leuke kippie, hè? Is het een leuke kippie? Ik denk dat we gewoon even zo hun gang moeten laten gaan. Kijk, gaat ze. Hoe ziet deze kat nu deze vogels? Wat zijn dat? Ik denk als net hetzelfde als dat je naar de KFC gaat, denk ik. Dat is wel een stilo, jongen. Hm. Dames, even stil. Hey. We zijn even aan het praten. Even gaan filmen. Ze lijkt nu een beetje in de war ook. En oh. Ja, zie je, ze gaat een beetje zo in... Ik weet niet of dit nou aanvalmodus is of dat dit nou... Oh, ze is wel bang. Ze is bang. Ja, ze is echt bang. Ze ziet de kippen van één. Maar dat is goed, hè, dat ze bang is voor de kippen. De kippen lopen hier. De kat is hier. Oh. Maar ja, lekker poepje hoor. Ja, lekker gepoept hoor. Toch wel nieuwsgierig. Het natuurlijke jagersinstinct van de kat gaat aan. Oh! Zij denkt van, hey, daar slaap ik altijd. Ga eens weg. Ja. Ga eens van mijn slaapplek af. Wat vind je daarvan? Hey. Nou, toch maar niet. Oh, andere kant misschien. Nou, wat denk je, Kai? Ja, ik denk dat ze straks even een aanvalletje gaan doen. Dat ze het dan zich helemaal de tering gaat schrikken. En je denkt nog steeds dat zij iets gaat doen? Ik denk dat ze straks eventjes gaat aanvallen, ja. Ik denk het niet. Ik denk dat het geluid genoeg afschrikt. Ik denk grootte niet. Ik denk geluid. Nee, toch maar niet, hè? Nee, toch maar niet, inderdaad. Ik denk dat zodra die kippen een beetje een beweging maken naar haar toe, dan vindt ze het niet meer interessant. En nu is ze wel met iets anders aan het spelen. Ja, we weten het, dames. We weten het. Dan gaan we nu, dames en heren, naar de onthulling. Kom er even bij. Hoe heet het poesje? Jij mag het zeggen. Mag ik het zeggen? Hoe heet jij? Zeg het dan zelf even. Nee, wij zagen in de reactie iemand en die zei vlekje. Of vlek. En dat vonden we wel leuk, want ze heeft hier achterop, zoals je ziet, heeft ze een klein vlekje zitten. En toen dacht ik van, het is wel leuk, maar niet leuk genoeg nog. En toen zei Brigitte, nou, ik ben Italiaans en een vlekje in het Italiaans betekent, of is macchia. En macchia, nou, dat is dus eigenlijk haar naam geworden. Dus nu heet zij macchia. Origineel man, vlekje, sukkels. Nee, ik vind het gewoon een goede naam. Officieel heet ze Macchia Maria, maar dat vond de dierenarts ook een beetje raar. Alleen dat boeit ons geen shit. En waarom nou Maria ook erbij? Omdat haar tweede naam is Maria en mijn oma haar echte naam is ook Maria. Dus dat vond ik wel leuk. Laat even weten wat jij ervan vindt in de reacties. Ik denk dat het wel goed komt. Ik denk dat het wel goed komt met Macchia en de kippen. En na een lange tijd met de kipjes is ze zo in slaap gevallen. Macchia. Hé. Hey. Kijk hoe ze ligt. Check deze video. Check deze video even als je meer wilt zien. En druk hier even als je wilt abonneren. Dan zie ik jullie graag de volgende keer. Samen met Brigitte of zonder Brigitte. Dat zien we dan alweer. Ciao.